Dico Japchong, allereerst welkom bij de club. Blij dat het eindelijk rond is. Ja, eindelijk rond. Gelukkig. Heeft een tijdje geduurd, maar nu is het zover. Zit je morgen meteen bij de wedstrijdselectie? Ja, ik zit er gewoon bij. Top. Wat is je algemene gevoel tot nu toe bij de club? Want je loopt al een tijdje mee. Wat is je algemene gevoel, wat je over hebt gehouden aan die periode? Ja, goed. Ik vind dat we een goede groep hebben. De sfeer is ook erg goed. En de balans tussen ervaren spelers en jonge spelers vind ik ook erg goed. En ik ben meteen goed opgevangen in de groep, dus dat is wel lekker. Met een Amsterdamse jongen die een hele tijd in België heeft gespeeld. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Hoe ziet jouw voetballoopbaan er tot nu toe uit? Ja, ik ben inderdaad tot mijn 12e heb ik in Amsterdam gewoond. Daarna naar België verhuisd en een aantal clubs gehad. En ja, op zich zijn goede momenten en minder goede momenten, laat ik het zo zeggen. Maar nu gaat het wel de goede kant op. Zijn er grote verschillen te merken ten opzichte van jouw vorige clubs en FC Eindhoven nou? Omdat je nou voor het eerst in de echt met het eerste elftal gaat meespelen? Ja, ik denk dat dat vooral het grootste verschil is. Dat ik gewoon bij het eerste echt zit en ook minuten ga maken als het goed is. En dat is vooral het grootste verschil. Want wat voor type speler ben je eigenlijk? Ik ben een type speler die wel goed aan de bal is, vind ik zelf. Goede balcontrole, een goed inzicht. Ook wel een redelijk goed loopvermogen en een goed schot. In de voorbereiding hebben we al veelvuldig aan het werk gezien. Vaak ook in de basiself. Wat verwacht jij van dit seizoen? Van mezelf. Gewoon dat ik minuten maak, stappen blijf maken en zo. En als team denk ik wel dat de play-offs een doelstelling moet zijn. Minimaal. Morgen spelen we thuis tegen Telstar, de eerste thuiswedstrijd. Wat verwacht je van het aankomende duel? 3 punten. Maar dat is het. Ernie Brands, de competitie start gewonnen bij Jong FC Utrecht. Kijk hier met een tevreden gevoel op terug? Ja, tuurlijk. Dat was een goede opsteek. 2-1 gewonnen, 3 punten. En dat is toch, als je zo begint, dan denk ik, kun je alleen maar tevreden zijn. Wat neem je uit de afgelopen wedstrijd tegen Jong Utrecht mee in aanloop naar de volgende wedstrijd? Nou, in ieder geval, we hadden van tevoren een goede trainingsweek gehad. En ook in de wedstrijd zag je datgene terug wat we eigenlijk wilden. En de inzet was goed, want daar valt of staat vaak heel vaak het resultaat bij. De wil om te winnen, die was aanwezig. En daarbij hebben we toch wel wedstrijden gehad waarin we moeilijk scoorden. Maar deze wedstrijd hebben we 2 keer gescoord, dus dat was echt wel denk ik goed van ons team. Zijn het dan ook dingen die je meeneemt in de, in de aanloop naar die wedstrijd toe, op de trainingen door de week? Ja, tuurlijk. Je traint naar aanleiding van hetgene waar je mee bezig bent. Heel veel dingen moet je verbeteren. De goede dingen moet je natuurlijk nog, die moeten beter worden. En ook de slechte dingen, die moet je ook zorgen dat die beter worden. En daar ben je dan de hele week mee bezig. Vorig seizoen, thuis gewonnen van Telstar, uit verloren. Wat verwacht jij van de aankomende wedstrijd? Nou, ik heb de wedstrijd gezien tegen Volendam. Waar in de eerste helft was... Dus kwamen we wat gelukkig op een voorsprong. Uiteindelijk ging Volendam de tweede helft op een andere manier spelen. En toen kreeg ze toch moeilijk, kwamen ze vrij veel onder druk. Het is toch een lastig te bespelen ploeg. En we hebben onze maatregelen daarvoor om te proberen die wedstrijd in ons voordeel te beslissen. Joey Slegers is er nog steeds niet bij. Is verder wel iedereen fit en speelgerechtigd? Onze Pedro is die voor de eerste keer deze week weer meegetraind. De hele week, dus die begint ook weer langzaam fit te worden, maar die mist wedstrijdritme. Voor de rest is denk ik vrijwel iedereen fit. Vandaag is ook eindelijk de transfer van Dico Japchong rondgekomen. Ben je tevreden met deze versterking? Ja, maar dat was een kwestie van papierwerk dat doorgestuurd moest worden naar FC Eindhoven. Dat duurde heel lang. We waren denk ik een paar maanden geleden al overtuigd dat we Dico er graag bij wilden hebben. En gelukkig is dat nu eindelijk gedaan.